Ja! 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 Yes! Vind je hem zo mooi? Ja. Oké, okay, gaan we hem zo. We hebben hem nu. Maar ik heb nog één verrassing voor jou. Ja. Draai je maar eens even om. Wij zijn op zoek naar volgers. Maar geen volgers voor onszelf, volgers voor twee tieners die heel goed bezig zijn op hun kanalen, maar eigenlijk wel een boost verdienen. Maar wie gaan we verrassen dan? De eerste is Roy Bies. Hij is 17 jaar oud, woont in het o zo mooie Groningen, heeft zijn eigen YouTube kanaal en noemt zich ook wel de gekste boy van YouTube. De tweede is Mike. Mike is 19 jaar oud en komt uit Sint Pancras. Ze houdt heel erg van gezond eten en fitness en is gek op koken en dat post ze op Instagram. Maar eerst spin de battle! Degene wie de battle komt gaat naar Roy. Spin de bottle, spin, spin de bottle. Yay! Doei, doei, doei! Yo, ik ben vandaag in Amsterdam en wij gaan vandaag Roy verrassen. Hij is al super goed bezig met zijn YouTube-kanaal, maar wij gaan vandaag nog meer abonnees fixen. En dat doe ik niet alleen, maar samen met Thomas. Yay! Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ja, dit valt ook echt helemaal niet op. Jullie zien het al, ik zit niet alleen. Ik zit met mijn vriendje, Rutger! Hallo! Oké, dat was het. Nou! Ja. Kijk dit bord, jongens, hoe vet! We hebben een bordje gefixt. Ja. En heel veel flyers. We hebben hem hier naartoe gelokt met een smoesje. En als het goed is, komt hij dus zo deze kant op. Ja, en ik heb nog twee andere dingen geregeld, maar dat zien jullie zo meteen. Spannend! Hoi! Ik ben vandaag in Amsterdam in de Jordaan. Ik ga vandaag Mike verrassen. Zij heeft zo'n 3000 volgers op haar Instagram-account. Ik heb foto's van haar Insta uitgeprint die ik ga ophangen als een parcours dat gaat leiden naar de kookstudio, waar zij tips en tricks gaat krijgen van Jenny Alvarez. Kom maar met me mee! Oké, ze komt eraan. Ik zie er lopen. Zorgen dat ze me niet ziet. Oké, ze is niet heel erg blij. Hoi! Hoi! Ben jij Maaike? Yes! Ik ben Romy. Maaike. Ik ben de Kookmistik en ik wil je vandaag verrassen. Oké. Ik heb een heel parcours uitgehangen met waar we naartoe gaan. Het blijft een verrassing, maar wil je met me meelopen naar de verrassing? Ja, is goed. Ja? Ja. Cool! Haha, ze wil mee, ze wil mee. Nou, de eerste is al binnen hoor. Ja? Eerste abonnee. Ja, niet de eerste abonnee. Hij heeft natuurlijk al heel veel abonnees, maar hij heeft er nu nog meer. Woehoe! Oh, oh, ik niet doen dat ik voor je loop. Om het bord gaat er vandoor. Hey, allemaal Roy op zoek op YouTube. Wie? Roy? Ja. Ook zie je hem daarachter met een witte shirt en een jack. Zie je hem? Daarachter. Oh ja. Jongens, dames en heren. We zijn hier voor een campagne. Allemaal Roy volgen op YouTube. Nou, we zijn het allemaal meer abonnees. Ah, wat leuk! Nou, ik ga zo even rond. Wat leuk! Oh my god! Kijk dit! Hoi, ik ben Roy en welkom op mijn kanaal. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video! Jij maakt super, super tof video's. Wij vinden dat je nog meer abonnees krijgt dan dat je al hebt. Ja, dus we zijn hier vandaag voor de Coke Free Chicks en we gaan een super mega vette campagne voor je houden. Ga je helpen? Ja, helemaal leuk! Yes! Gaan we gaan het doen! Yay! Dan ben ik zonder van de flyers. Maar vertel even over je eigen Instagram-account, want jij hebt een Instagram-account. En wat doe je daarop? Het is zo'n 2 jaar terug, denk ik, ontstaan. Ja. En het was gewoon om mensen zeg maar, in mijn omgeving te inspireren om gezond te eten en te sporten. Ja. En ik had het eerst echt geheim, echt gescheiden van mijn persoonlijke account. Ja. En op een gegeven moment ging echt iedereen van de middelbare school me volgen. En ik dacht eerst vind ik dit wel leuk. Ja, maar leuk. Toen kreeg ik eigenlijk heel veel positieve reacties op. Ja. En sindsdien is het ook wel wat persoonlijker geworden. Cool! Vet. Nou, daar heeft de verrassing ook mee te maken, maar dat is het enige wat ik je ga zeggen. En we zijn aangekomen bij onze locatie. Je mag aanbellen. Oké.
Hoi. Maaike. Jenny. Hallo. Leuk. Nou, dit is nummer 1 verrassing. Wie is dit? Ja, Jenny. Jenny. Hoe ken je haar? Via Instagram. Ja, ik volg Jenny eigenlijk al heel lang. Toen je nog geen Jenny Alvarez heette, maar gewoon nee, healthy fans ja. nog. En bij die Running Girls. En echt al best wel lang. Dus zo, grappig. Ik ben nu een keer zo te zien. Cool, oké, laten we naar binnen gaan. Yay! Ja, een vraagje. Ja. Hoezo ben jij begonnen met YouTube? Nou, ik dacht ik moet wat creativiteit kwijt. Dus ik dacht ik ga het gewoon lekker op YouTube zetten. En waar kun je dat anders? En hier wil je later ook gewoon mee door? Ja, maar wie weet wat er nog meer komt. Ik bedoel, nou kan ik mijn kans. Ja, pak je kans zou ik zeggen. Kans. Ja, ik pak mijn kans. Nou, verrassing! Wauw! Hiermee gaan we toeren. Door Amsterdam. Ik doe het niet alleen zo te zien. Hoi Roy, hallo. Hoi Roy. Hallo. Hoi Roy. Hallo. Zo jongen. Jullie nemen ons mee vandaag. Ja. Je bakkie. Het valt wel op toch? Ja, echt vet. Als je er nu geen abonnees bij krijgt. Nee, dan ben ik het ook niet. Nee. Oh, dat ding is kapot. Oh, okay. Nou ja. Laten we dan maar instappen en op pad gaan, toch? Ja, yes. Let's go! Ja, superleuk! Welkom in de keuken! De eerste verrassing was natuurlijk Jenny. Maar er is nog een verrassing, namelijk dat we vandaag gaan koken. En jij kan ons vertellen wat we gaan doen. Ja, vandaag gaan we mijn favoriete ontbijtje maken. Een acai bowl. Ben je daar bekend mee? Ik heb één keertje eerder gehad. Oké. Ja. Oké, nou leuk. Dat is gezellig. Cool. Doe lekker je jas uit en we gaan lekker koken. Wat is de volgende stap? Nu een banaantje bij en wat kokoswater. Die kom jij erbij. Oké, hoeveel ongeveer? Van een scheutje. Dus niet te veel. Ja. Volgens mij is het nu klaar. Tada! Ik kan het in een bakje doen. Ja, maar één. Er moet nog wel wat meer. Het is echt heel lekker. En wat doe je dan nu? Nu ga je op de bovenkant toppings leggen. Yeah. En dan doen we als laatste nog wat kokosnippers of kokosraps erbij. Omdat dat gewoon lekker is en omdat het oog natuurlijk ook wat wil. Klaar? Oh my god, het ziet er echt heel lekker uit. Ik wil het eten. Ready? Ben je benieuwd? Dit is het. Ik ben heel benieuwd. Cool, maar stiekem hebben we nog een onderdeel van de verrassing. Wat gaan we nu doen? Een foto maken! En jij kan ons natuurlijk leren hoe je een hele mooie foto kan maken van wat we hebben gemaakt om op je Insta te posten. Zodat zoveel mogelijk mensen het leuk vinden. Op mij op YouTube! Ja, en kom en subscribe op YouTube. Oh, ja! Lekker rennen! Nou jongens, dit gaat super goed toch? Ja! Super! Ik denk dat wij gaan winnen, hè? Ik denk het ook. Hashtag Team Suus! Hashtag Team Suus! Hashtag Team Suus! Hupsakee, Team Suus! We staan nu op de dag! Allee! En we gaan nu verder promoten! Yes! Ja! Jongens, hier staat Roy! Hey! Vergeet niet eventjes te abonneren! Roy, ik ga je ook een vijf geven! YouTuber, ja! YouTuber, ben je mij steeds voor? Roy, zeggen ze! Hoi! Hallo! Hey girl! Hoi! Kijk jullie YouTube? Ja. Kennen jullie Roy? Tuurlijk. Ja, dan hoef ik het baatje niet te geven dan. Moet je eens kijken. Zijn jullie al geabonneerd? Jullie zijn geabonneerd. Ja, tuurlijk ben ik geabonneerd. Oh. Hey. Ja, doen we het voor. De. Maar zij nog niet, denk ik. Nee. Ben jij niet? Nee. Wil je abonneren? Niet. Ja! 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 Ja. Yeah. Yes! Dankjewel! Fotografeer jij altijd je maaltijden? Meestal van bovenaf en meestal ook best wel dichtbij eigenlijk. Ook met camera? Nee, met telefoon. Oké. Okay. Wat belangrijk is voor een goede foodfoto is natuurlijk goed licht. En we staan nu buiten, dus hier is nu wel goed licht. Cool. En natuurlijk mooi servies. En bloemetjes natuurlijk voor decoratie, dat ziet er ook mooi uit. Want nu komen die kleuren mooi uit op de foto. Vind je hem zo mooi? Ja. Oké, dan gaan we hem zo
Nee, we hebben hem nu. Go! We hebben een Insta-post! Wil jij het proberen? Ja, is goed. Ja. Je dacht natuurlijk, waar is Romy nou? Nou, ik heb lepels gehad. Lepels, mogen proeven. Oké. Nou, heel lekker. Ja, mijn favoriet ontbijtje. Nou, heel erg bedankt voor vandaag. Ik hoop dat je heel veel goede tips hebt gekregen en dat je kanaal een mega boost krijgt. En daar moet jij iets voor doen, namelijk volgen! Check haar Insta-account in het linkje in de beschrijving. En dan ga ik even kijken hoe het met Suus gaat. Dankjewel, dankjewel. Doei! Vertel, wat vond je van vandaag? Ja, echt superleuk. Ja? Echt heel leuk, ja. Ja, echt superleuk. Ik heb superveel abonnees bij, hoop ik, door jullie. Door de dam. Dat want weet ik, hebben de hele, ik bedoel, we hebben de hele dam afgezocht. Hey, maar dus, je vond het leuk, hè? En ik denk dat er al verrassingen nu zijn geweest. Ja. Maar ik heb nog één verrassing voor jou. Ja. Draai je maar eens even om. Wow! Hoe vet is dat? Jongens, jij bent een ere! Abonneren! Ik ga terug naar Romy. Thomas, heel erg bedankt voor vandaag. Alsjeblieft, ik vond het heel erg leuk. En geniet nog even met z'n allen, ja? Ja, dat komt helemaal en goed. Hier is je team Suus. Doei. Later. Suus! Romy, hoe was jouw dag? Ja, leuk. Wat heb je gedaan? Ik heb in een super grote auto gereden. Cool, ik heb gekookt. Vond je deze video nou ook zo leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Nee, laat het in de reacties weten wie jij nou het coolst vond vandaag. Hashtag Team Romy. Of hashtag Team Suus. En vergeet niet de vorige video te kijken. De team is Never Cooked TV. Doei! Doei.